Hallo jongens, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag 15 minuten, full body, 15 verschillende oefeningen. Wederom weer, niet nadenken, volg mij maar gewoon. Maar ik kan je wel vertellen, we gaan rammen. Het wordt een pittige training van full body, dus het hele lichaam. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Maar voordat we er klaar voor zijn, gaan we natuurlijk beginnen met een warming up. Dan gaan we even het hele lichaam warm maken. We beginnen even met een shoulder roll naar achter. Een paar keer naar achter. En even naar voor. Belangrijk bij een full body is natuurlijk dat het hele lichaam even warm wordt. We doen even een head roll van links naar rechts. Maar net hoe je het bekijkt trouwens, van links naar rechts, van rechts naar links. Even de andere kant op. Als je het maar twee kanten op doet. Even je nekspieren goed losdraaien. Doe even een paar keer met je armen. Langzame rondjes naar voren. Vier keer. En even vier keer naar achter. Heel goed. Pak even je linker elleboog vast met je rechterarm. Trek je naar je toe, zodat je de rek voelt op de achterkant van je arm. Excuus voor het geluid hier op de achtergrond, maar heel Amsterdam is aan het verbouwen. Dus hier ontkom ik niet aan als ik buiten wil trainen. Maar dat maakt niet uit. Gewoon een beetje achtergrondlawaai. Dat is gezellig, hè? En ontspan. Adem diep in. Arm omhoog. Ver mogelijk omhoog. Strek je armen echt zo ver mogelijk. En ontspan. Adem uit. Doen we nog één keer. Adem in. Armen zo ver mogelijk strekken. Voel de rek ook op je rug, schouders. En ontspan. Adem uit. Kom helemaal naar voren. Hou je benen gestrekt. Ontspan je hoofd en rug. En hou je benen zo ver mogelijk gestrekt. En kom zo ver mogelijk met je handen naar de grond. Ontspan je hoofd. Laat alles hangen. En beweeg even langzaam van links naar rechts. Als het goed is voel je nu de rek achter op je benen. Vooral aan de bovenkant. En een beetje je kuiten. Heel goed. Kom even een paar keer in een squat. Langzaam en weer gecontroleerd omhoog. En dan blijven we nu onderin even hangen. Met de ellebogen weer de liezen rekken. Dus knieën naar buiten duwen. Heel goed. En hou eventjes vast bij het in. 3, 2, 1. Yes. En kom er omhoog. Oké, jongens. We gaan even iets actiever warm worden. Runners op je plek. Oftewel, een klein beetje met je knieën omhoog komen. Handen lekker ontspannen. Schud alles maar even los terwijl je dat doet. De bedoeling is dat we even echt goed warm gaan worden. Draai met je schouders. Schud met je armen. Schud je benen even een paar keer los. Vind ik altijd lekker. Dan doen we even weer de hakken billen. Dus dat is met je hakken tegen je bil aantikken. Dat je even goed actief. Zowel de voorkant, dus dat doe je zo, knie omhoog. Als je hakken tegen je billen, achterkant van je hamstrings en bovenbenen even activeert. Heel goed. Lekker. Wat mij betreft kunnen we lekker beginnen. Schud alles nog even goed los. Ontspan je lichaam. En zorg dat je lekker warm bent. We gaan beginnen jongens. Let's go. Oké, jongens. De eerste oefening wordt een jumping squat. Oftewel, je komt omlaag. Je doet een sprongetje. 3, 2, 1, doe maar mee. Dus je komt in een squat, je doet een klein sprongetje. Hoeft niet hoog. Maar tempo mag wel hoog. Diepe squat, klein sprongetje. Yes, goed begin. Let even niet op de muziek, maar wel op een diepe, lage squat. Op de helft, kom maar. Goed warm worden. Ja, dus gelijk een bovenbeen. Activator. Yes. 3, 2, 1. Zo, bovenbenen staan gelijk in de fik. Volgende. En dan gaan ze nog meer in de fik staan. Voor de squat pulses. Oftewel. Je komt, jongens, dit matje in een squat. En je blijft hangen. 1. 2, 3, 4. En je komt weer even omhoog. Dus je pulseert onderin 4 keer.
Je komt weer omhoog. 1, 2, 3, 4, omhoog. Oh, ja hoor. Hou vol, 8 seconden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Yes, ontspan. Zo, mijn bovenbenen zijn gelijk wakker. Volgende worden jumping jacks. Die gaan wel op de muziek doen. 3, 2, 1, doe maar mee. Open, dicht, open, dicht. Yes, daar gaan we. Kom maar. Lekker groot. Dicht. Open. Ja, ja, ja. Samen sterk worden, jongens. Heerlijk. Hou vol. 5. 4, 3, 2, 1, yes. Ontspan. Volgende, ook weer de bovenbeentjes. Je merkt het, daar focussen we even op in het begin. Wordt een wall-sit. We schuiven naar je muur toe. Dan ga je in een hoek van 90 graden zitten. Dit hou je zo lang mogelijk vol. Ook hierbij, niet nadenken. Gewoon doen. Druk je rug tegen de muur of tegen een boom. Iets waar je tegenaan kan leunen. Span je bovenbeen aan. En hou vol. Nu gaan die bovenbeentjes branden. Maar dat maakt niet uit. Daarvoor zijn we hier. Hou vol. Kom maar. Tien. Negen. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. 3, 2, 1, yes, en los. Ontspan. Volgende worden lunges. Reverse lunges. Oftewel, je komt staan en je stapt uit naar achter. Doe even rustig aan. Na de wall sit en zware bovenbenen. Je hoeft even niet op de muziek. Gewoon rustig aan. Doe maar mee. Yes. Belangrijk is dat je stabiliteit even vindt. Ook als je bovenbenen nu branden of gaan verzuren, komen zo meteen andere oefeningen voor je billen, buik, bovenlichaam, het heel lichaam. Maar we hebben de bovenbenen even goed aangepakt nu. Zorg ervoor dat je voorste knie naar buiten wijst. Kijk voor je, achterste knie mooi naar de grond. Yes, heel goed. Niet nadenken, gewoon doen. 3, 2, 1, yes, ontspan. Volgende, we mogen gaan liggen jongens op je matje, eindelijk. Kom lekker liggen. We beginnen met een glute bridge met je linkerbeen. Oftewel, je tilt je linkerbeen op en zet hem weer neer. Probeer je billen niet op de grond te laten leunen, maar blijf van de grond terwijl je dit doet. Omhoog, omlaag, hoog, omlaag. Houd dat je rechterbil strak aangespannen terwijl je linkerbeen heen en weer beweegt. En je duwt met je heup en je bil, je heup en je bil zo ver mogelijk omhoog. Dus dit is een plank en je linkerbeen beweegt op en neer. Niet wisselen, hou vast op je linkerbeen. Oftewel je linkerbeen beweegt, je rechterbeen staat vast. Omhoog, omlaag. 3, 2, 1, ontspan. En je raadt het al, we gaan nu met ons rechterbeen bewegen. Linkerbeen plat op de grond. Duw eerst goed je heupen omhoog. Knijp allebei je billen aan. En van hieruit probeer je niet te bewegen, behalve dat je je rechterbeen optilt. 3, 2, 1, yes, doe maar mee. Hoog, omlaag. Hoog, omlaag. Knijp alles aan, buik, billen. Het enige wat heen en weer beweegt, is je rechterbeen. Knijpen. En even afzien jongens, kom maar, samen.
Goed zo, hou vol. Hoog, omlaag, omhoog, omlaag, hoog, omlaag, yes. Dit is het. Hoog, omlaag, yes, ontspan. Heel goed jongens, heerlijk dit. Oefening nummer 8, de push-up. Kom op handen en voeten, of begin op knieën, mag ook. De bedoeling is dat je bij de push-up op de grond je handen even loslaat. Dus je doet een push-up, je komt terug, handen los. Hoog, laag, los. Hoog, laag en los. Mag ook op je voeten, volledige plank. Hoog, laag en los. Ook hier, als je op de grond ligt, hou je billen en buik aangespannen. 10 seconden nog, hou vol. Drie, twee, één, yes. Oeh, dit gaat lekker jongens. Oké, volgende. Gaan we weer even terug een beetje naar de beentjes. Wordt een star jump. Oftewel, een smalle squat. Handen tik je je voeten aan. En dan ga je met je handen een klein sprongetje maken. En je handen los van de grond. Dus een smalle squat. Voeten blijven bij elkaar. Klein sprongetje. En je handen naar boven. Yes. Hou vol. Laag. Omhoog. Laag. Ik zei, het wordt een zware vandaag. Niet geloven. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oh. Zo, mijn bovenbenen. Je ziet het. Dan haak ik gewoon vroegtijdig af. Oké, volgende. Kom op je matje liggen. Wordt een hollow body hold. Armen en benen komen van de grond. Rug blijft plat op de grond. En dit ga je proberen zo lang mogelijk vol te houden. Span je buik aan. Benen gestrekt. Armen gesprekt. Buik aangespannen. Dan heb je even een pauze nodig. Net als ik. Dan doe je dat even. Pak hem weer op. Kom maar. Armen strekken, benen strekken. Rug plat op de grond, duw je onderrug in je matje. Span je buik aan. Hou vol. 20 seconden jongens, dit kunnen wij. Hou vol, dit is een hele zware. Ga je trillen, maakt niet uit. Hou vol. 3, 2, 1. Yes jongens, heel goed gedaan. Klasse. Oeh, heerlijk. Voor de volgende kom je weer staan. Dat wordt een sprint op je plek. Oftewel, handen en voeten heel klein, heel kort, maar heel fel en snel. Doe maar mee. Nu moet je even focussen. Nu gaat het erom of je alles gaat geven vandaag. Niet alleen hier, maar ook de rest van je dag. Kom maar. Als je dit kan, kan je alles. Echt waar. Kom maar wat sneller, wat hoger, wat groter. Knieën wat hoger, handen wat groter. Kom maar, zo snel als je kan. De laatste 10 seconden gaan we alles geven. Het heet een sprint, kom maar. Zo snel als je kan. Alles geven, kom maar. Ja. 3, 2, 1. En ontspan. Oeh. Ja, dat voel je. Oké, kom maar op je matje. Dit mag op je knieën. Of op handen en voeten. Wordt de plank met shoulder tap. Links, rechts, links, rechts. Vanuit de plank tik je om en om en schouder aan. Links, rechts, links, rechts. Zoals ik al zei, dit mag ook op je knieën. Kom maar, op de muziek. Ja! Rechts, links, rechts, links. Span buik en billen aan.
20 seconden nog, hou vol. Yes, nu gaan we zweten jongens. Nu gaat het echt beginnen. Rechts, links, rechts. 3, 2, 1. Ontspan. Heel goed jongens. Nu zijn we echt aan het werk. Nu zijn we sterker aan het worden. Heerlijk. Volgende. Het wordt niet makkelijker. Het spijt me. Maar we gaan burpees doen. Spijt me eigenlijk helemaal niet. Let's go. Je springt in. Komt overeind. Klein sprongetje. Komt weer terug. Sprongetje. Overal doe je een sprongetje. Plank. Terugkomen. Overeind met een sprongetje. Uit. In. Sprongetje. Kom maar niet nadenken. Muziek even loslaten. Gewoon doen. Zo vaak als je kan en zo snel als je kan. Heel goed, hou vol. We zijn er bijna jongens. Hierna nog twee oefeningen. En dan ben je van me af. Hou vol. 3, 2, 1. Yes. Oké. Volgende, kom op je matje liggen, op je rug. Wordt de dead bug. Oftewel, benen in een hoek van 90 graden. Armen recht, je gaat om en om. 3, 2, 1. Een been en een arm laten zakken. Omlaag, omhoog. Laag, omhoog. Tegenovergestelde been, tegenovergestelde arm. Span alles aan. Rug plat op de grond. Duw je rug weer in je matje. Omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Hou vol. Ik pak 1 seconde een break. Ik ben vorige week ziek geweest. Oh, maar dat is geen excuus. Kom maar, nog een paar seconden. Ga door. Hou vol. 3, 2, 1. Ja jongens, daar komen we. Laatste oefening. Heerlijk dit. Juist als je ziek bent geweest, is het geweldig als je weer kan sporten. Zo blij mee. Oké, volgende. Komt in de squat positie. En vandaar ga je 1 been opzij tikken. 4 keer. 1, 2, 3, 4. Andere been. 1, 2, 3, 4. Halverwege worden het er 2. Begin even met 4. Andere been. 1, 2, 3, 4. Wissel. 1, 2, 3. 4, blijf laag hangen. 1, 2, naar 2, 1, 2 en wissel. 1, 2 en wissel. 1, 2. Ja, moet ik nog nadenken jongens. 1, 2, 1, 2. 3, 2, 1 en je bent klaar. Dat was hem jongens, 15 minuten. Vol gas, zoals ik al zei, ik was een beetje ziek vorige week, maar dat maakt niet uit, ik ben er weer. En dan kun je gewoon gelijk weer gaan trainen. Hoe lekker. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Ik ga even bijkomen. Oké jongens, ik denk ik voeg dit toch even toe aan deze video. Zoals ik net halverwege al zei, ben ik vorige week een beetje ziek geweest, of nou een beetje, gewoon een flinke griep. En ik dacht eerst, ik ga deze workout gewoon doen en dan zeg ik er gewoon niks over, want ja, wat hebben jullie eraan? Gewoon gaan. Maar halverwege, of een beetje aan het einde, had ik echt het gevoel dat ik bijna flauw viel. Dus volgens mij was ik iets te vroeg met deze video. Maar goed, dat is dus een beetje ook mijn mentaliteit. Gewoon gaan tot zover je kan. En als je dus halverwege, net als ik, even moet pauzeren, is dat geen schande. Als je ziek bent geweest, of als je gewoon toch je niet zo lekker voelt, niet goed hebt geslapen, wat de reden ook is, dat mag. En ik ga dat er dus ook niet uitknippen. Dit is even een toevoeging op deze video, want het hoort er namelijk gewoon bij. En dat is eigenlijk wat ik jullie even mee wil geven. Het hoeft niet perfect te zijn, dat ben ik ook niet. Dus als er iets niet goed gaat of als je omvalt, als je iets nog niet kan, is geen enkel probleem. Daarom zijn we hier, om samen sterk te worden. En dit is iets wat we samen gaan doen. We gaan samen beter worden en samen sterk worden. En dat doen jullie samen met mij en daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Ik ben kapot nu, maar ik wilde dit toch even zeggen, zodat jullie gewoon het eerlijke verhaal krijgen, ook achter deze video. Ik heb het soms ook zwaar, het lukt mij soms ook niet. Maar goed, ik sta er wel en daar gaat het eigenlijk om. Gewoon doen. Tot zover dat jij kan. Thanks voor het kijken. Ik ga een flink glas water drinken en even bijkomen. Tot de volgende video jongens.